Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik dacht, we gaan vandaag eens iets anders doen. Het is ook voornamelijk gericht voor tweelingvlammen, maar als je ertoe geleid wordt om hier naar te kijken en je bent geen tweelingvlam, dan betekent dat dat er ook een boodschap voor jou in deze video zit. En het thema van deze reading gaat over. Op welke manier hebben kinderen uit vorige relaties een invloed op je connectie, op je zielsconnectie? Dan gaan we eens zien wat de kaarten en de gidsen ons vandaag te zeggen hebben. Aan de andere kant krijgen we de Chariot, maar omgekeerd. Ik ga zien wat er nog onder ligt. Divine Justice ook omgekeerd. En Master of Challenges. Ja. De boodschap dat ik kreeg van je hebt het gevoel dat niet alles succesvol gaat en dat niet alles een succes is. En dat is omdat er eigenlijk te veel elementen zijn. Zoals hier te veel paarden. En er zijn hier 5 paarden. Er is nooit echt een gelijke verdeling te maken. Je kunt niet zeggen deze twee en deze twee en dan, ja, wat doe je met deze? Dus het is belangrijk om, zoals je hier kan zien, een meester te worden over jouw emoties. Om dan uiteindelijk invloed te hebben en succesvol te zijn op de eenheid, de nieuwe eenheid die je probeert te creëren in jouw situatie. En dat schrijven we dat we ook hier zien. Dus. Sowieso de dingen die je nu ervaart, de obstakels die je ervaart met of jouw kinderen en de invloed dat het daarvoor heeft op jouw connectie, heeft te maken met lessen die je aan het leren bent, die dus te maken hebben met jouw bewustwording. En het is belangrijk om jou te laten omgeven door mensen die jou begrijpen. Door mensen die enerzijds weten waar je doorheen gaat, dus dat je niet gaat gaan meegaan en het oordeel hebben en het negatief denken over exen of wat dan ook, maar die begrijpen waar hij doorheen gaat en die ook begrijpen wat dat de extra uitdaging is wanneer dat er kinderen uit vorige relaties in jouw zielsconnectie meekomen. Want dat is eigenlijk een extra laag dat we niet altijd geleerd hebben om op een goede manier te begrijpen. Maar weet ook dat jouw kinderen als ziel wisten dat ze op dit punt in hun ontwikkeling ook zouden komen. En dus ook dat maakt deel uit van hun ontwikkeling, van hun bewustwording. Dus een van de belangrijkste dingen doorheen het issue van er zijn kinderen uit vorige relaties in bij jou of bij jouw partner, is om het geheel ervan te zien. En om niet die kinderen te verbinden met de andere ex-partner, want dat houdt union en dus eigenlijk die samenkomst met jouw tweelingvlam weg van jou. Maar om het dus te zien en om te zien dat jouw kinderen ook een zielsconnectie hebben met jouw tweelingvlam of jouw partner. En dat gaat uiteindelijk, hoe meer jij dat gaat leren begrijpen, het Loki legt het omgekeerd, want dat is. Mag ze zo. Maar dat gaat jou kracht brengen en dat gaat jou helpen vooruit. Dat gaat jou vooruit brengen in de connectie. Want kinderen zijn niet van ouders. Kinderen zijn geboren doorheen het kanaal van de ouders. Maar er is ook zoiets als biologische ouders en energetische ouders. Dat maakt dat je soms ziet dat kinderen een betere band opbouwen met. De plus mama of plus papa. En dat die veel meer aansluiting vinden bij de nieuwe partner van een van hun biologische ouders dan bij hun echte biologische moeder of vader. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Dat heeft te maken met ook die zielsafspraken en ook de zielsconnecties, de zielsverbanden, de zielsfamilies die er zijn.
Want we worden niet allemaal geboren in de zin dat onze biologische familie ook volledig onze zielsfamilie is. Zeker niet. Wat krijgen we? Heel veel dingen gaan de komende maanden heel snel verschuiven. Ook in jullie connectie wanneer het gaat over de kinderen. En dat is hetgeen dat we ook net zien. Blijft focus houden op de dingen die goed gaan. En blijft de visie voor ogen houden. Dat jullie kinderen ook heel wijze zielen zijn. Die weten waardoor dat ze hier gekomen zijn. En dus laat u niet vastzitten door wat dat je kinderen zou aangedaan hebben. Door te scheiden of wat dan ook. Zeker niet. Want dat gaat jou meer stabiliteit brengen. En meer inzicht en helderheid brengen in het verdere pad van je connectie. En wat hebben we hier? Ik ga ze eerst eventjes zo leggen en dan kan ik ze voor jullie mooi leggen. Dan hebben we vijf van zwaarden. Dat is de zes van munten. De tien van bekers omgekeerd. De acht van zwaarden. Normaal. En dan de wereldkaart, of hoe dat ze het hier in dit deck ook noemen. Ik ga even eventjes checken. Ja, ook die wereld. Ze noemen het ook de wereld. Maar wat dat zo leuk is, staat er ook bij. Een theorie of everything. Dus een theorie van alles. Waarin dat de wereld toont dat. Dat is hetgeen waar je nu eigenlijk een stukje tegenaan loopt. Die beperkte overtuigingen, de beperkte visie die je hebt wanneer dat gaat over jouw nieuwe relatie, jouw zielsrelatie. En misschien heb je daar wel begrepen waar dat de lessen zijn en waar dat de reden van alles is. Maar dat kan je nog niet toepassen op je kinderen. En dat mag je ook hier meer en meer gaan doen. Dat je ook niet meer het gevoel hebt dat je vastzit. Want dat is hetgeen wat je ook nu met die Five of Swords, die omgekeerd ligt, eigenlijk ook ziet. Je bent geen slachtoffer. Je bent eigenlijk een goddelijke creator van jouw leven. En dus dat betekent dat jouw kinderen ook geen slachtoffer zijn van de echtscheiding of van wat dat er ook maar gebeurd is. Zij wisten dat ze op dit punt in hun leven gingen komen en zij weten ook dat dat voor hen ook verbonden is met hun zielsmissie. Dus hoe meer dat jij daar eigenlijk gaat gaan van overtuigd zijn, hoe makkelijker dat je ook gaat zien hoe dat het geven en nemen ook zijn werk doet in tussen jouw kinderen en eigenlijk jouw partner, jouw nieuwe partner, jouw nieuwe relatie. Wat dat het eigenlijk kan brengen. En wat dat de kinderen jouw connectie brengt. Bijvoorbeeld in mijn geval. In mijn geval, dat klinkt zo serieus. Maar dat is in mijn situatie. Ik heb ook twee kinderen uit mijn huwelijk met een soulmate. En de manier waarop dat mijn kinderen verbinden met mijn tweelingvlam. Toont mij elke dag opnieuw hoe het verschilt tussen een biologische familie en een spirituele familie. En dat zijn dingen dat je kunt dat niet forceren. Je kunt dat niet wensen dat het zo is wanneer dat het er niet is. En mijn kinderen leren mijn tweelingvlam heel veel dingen, maar helpen hem tegelijkertijd ook dingen te healen, anders te gaan bekijken, waar dat hij door het feit dat hij bijvoorbeeld alleen, hij is ook enig kind. Dingen dat hij als tiener bijvoorbeeld nooit gehad heeft, of dingen dat hij bijvoorbeeld met zijn vader nooit gehad heeft omdat hij vroeg gestorven is, kan hij via mijn zoon bijvoorbeeld, of via mijn dochter, op een andere manier ervaren, waardoor dat hij op die manier ook weer verder aan die zielsgroei kan werken. Dus daar zie je ook op welke manier dat geven en nemen altijd in balans gaat zijn wanneer dat je het vertrouwt. En zolang dat je dat niet vertrouwt en dat het gevoel blijft hebben dat je vastzit aan bepaalde structuren, aan bepaalde mensen, aan wat dan ook, hoe meer dat je eigenlijk die diepe vervulling op elk vlak een stuk gaat gaan tegenhouden. Dus ook hier is het belangrijk om het gevoel van vast te zitten, om daarvan los te komen, om je ogen te openen en te gaan zien dat eigenlijk altijd mogelijk is om jezelf te gaan bevrijden. Jezelf te gaan bevrijden van gedachten, van overtuigingen, van visies, van templates, van hoe dat je denkt dat scheidingen zou moeten verlopen, of hoe dat je denkt dat een, en ik kies altijd liever voor een plusvader of plusmoeder, omdat stief, dat geeft zo'n negatieve betekenis, om dat op die manier te gaan zien. En het is niet omdat er iemand nieuw in een relatie komt met jou, dat daarom de biologische vader of moeder niet meer waardevol is. Daarom niet. Maar ze hebben elke andere rol in het leven van jouw kinderen.
Dus het is belangrijk om daar ook zelf een stukje in de weg te stappen. En afhankelijk van de leeftijd van je kinderen, ze gaan de kans te geven en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid te geven om zelf een aantal stukken te gaan invullen en te gaan kiezen wat dat zij wensen, wat dat zij nodig hebben. Dat zij leren ook hun behoeften op een positieve en constructieve manier te gaan verwoorden. Dat was hetgeen dat ik zocht. Gaan zien welke onbewuste stukken dat er nodig zijn om hier te weten. Maar ik denk dat ik al heel veel dingen ook al meegegeven heb. Dat voor wellicht heel veel mensen ook nieuw is om naar te kijken en daarin te staan. En dat is oké. We zijn hier allemaal om te groeien en onze mind open te trekken en te leren wat het betekent om een wezen te zijn met oneindig veel mogelijkheden. We zijn dat niet gewoon. Dat is extra informatie voor de groep mensen die naar deze video kijken. Dankjewel. Yes. Emotion met control of self, een 8 en communicatie en soft. Kijk, eigenlijk is het ook weer bevestiging van hetgeen dat we daarnet gezegd hebben. Het is belangrijk om je emoties op een goede manier te leren gebruiken. Want vaak gaan we eigenlijk dingen gaan proberen te controleren in ons leven. Ik heb zelf dat ook gehad. Dat we bepaalde dingen proberen te gaan controleren, de uitkomst, de manier waarop dat dingen gaan verlopen. Waarom? Omdat wanneer onze kinderen uit balans zijn, of wanneer dan onze kinderen door iets heen gaan, en zeker als ze nog niet meerderjarig zijn, dan beïnvloedt dat ook onze emoties, beïnvloedt dat ook onze balans. En dan proberen we dat eigenlijk een stuk te gaan controleren, in plaats van dat we gaan vertrouwen dat het eigenlijk ook een onderdeel uitmaakt van het ganse proces. En hen helpen en ondersteunen in het leren communiceren van wat dat ze voelen, wat dat ze nodig hebben, zal zoveel meer behulpzaam zijn dan altijd maar zelf proberen die dingen te gaan controleren. Ik ga eens kijken welke vlammen dat er behulpzaam zullen kunnen zijn of zullen zijn. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk komt de aartsengel Jofiel naar boven, want het gaat over onze gedachten. Het gaat over de manier waarop we in het leven staan. Dus aartsengel Jofiel met de gouden, oranje, zilveren energie en meditation. Dus meditatie. Ga naar binnen. Ga naar binnen en laat jouw leiding, jouw team, jou de antwoorden geven dat je nodig hebt in jouw specifieke situatie. Focus op de romantiek, focus op de liefde, focus op de eenheid tussen jou en jouw partner. En van daaruit ga zien wanneer dat je inderdaad bij iemand bent die goed is voor jou, dat het automatisch ook goed gaat zijn voor jouw kinderen. En dan trekken ze mijn aandacht hier eigenlijk naar dat kleine sterretje. Eigenlijk zijn dat de kinderen. Wanneer dat jij straalt met jouw tweelingvlam of jouw zielsconnectie, dan geeft dat sowieso een positieve invloed op jouw kinderen. En daarvoor kan je, wanneer je dat meer en meer gaat gaan voelen en vooral meer gaan in vertrouwen, kan je samenwerken met aartsengel Zadkiel. Ik vind dat een moeilijke naam uit te spreken, maar dat is Zadkiel. En vraag om hem te tonen en jou te laten voelen op welke manier dat jouw connectie eigenlijk ook gunstig is voor jouw kinderen. Excuseer. En vooral om het helpen ook angsten daarin los te laten. En dus daarvoor kan je ook weer opnieuw de geel, oranje, rode, zilveren, gouden, diamanten energie aanroepen. En, zoals ik gezegd heb, vertrouwen. Daarvoor kan je aartsengel Uriël aanroepen en de eigenlijk een beetje wat regenboogkleuren, maar ook voornamelijk de violetten. En in combinatie met dat geel. Dus geel-violet gaat helpen om vertrouwen te hebben in de positieve gedachten. Dus verander en wees bewust van je gedachten. Zodanig dat je ze op een positieve manier kan gaan gebruiken. En dat ze jou behulpzaam zijn en niet meer jou gaan tegenwerken. Daar hebben we. Zuiver de energetische van het lichaam. En ik kijk ook hier opnieuw. Open jezelf om gouden diamanten energie te ontvangen via je kroonchakra. En dat kan je dus doen. Kijk zeker ook naar de video rond de universele vlammen, want daar geef ik ook meer uitleg over de universele vlammen natuurlijk. Maar dus om met deze energie te werken, kan je dus gewoon vragen naar jouw team of gewoon aan jezelf. Nee, deze niet.
om de gouden diamanten vlam energie via je kroonchakra, dus dat is bovenaan je hoofd, om via je hoofd eigenlijk helemaal doorheen je lichaam te komen. En op die manier jouw volledig jouw energetische lichamen uit te zuiveren. Of energetische kanalen. Eens kijken welke boodschappen we nog hebben. Vergeet ook niet te abonneren en de video te liken wanneer dat het deze situatie is waar je in zit. Omdat ik dat weet dat ik ook regelmatiger op een video mag maken rond tweelingvlammen met kinderen. Oké, Himmer. Je bent een voorvechter van liefde, zeker als je tweelingvlam ook bent. Laat het afhankelijk gevoel los en gebruik je voor de gouden vlam. Hetzelfde, hier komt ook gouden in, dus je kan gouden alleen gebruiken, maar het is nog krachtiger als je het gebruikt in combinatie met de diamantenvlam. Ik ben eventjes aan het luisteren. Oké, ik heb nieuwe kaarten gekocht. En die is verbonden met het drakenbewustzijn en de drakenenergie. En ik heb de laatste dagen voornamelijk met de kaarten voor mezelf alleen gewerkt, omdat ik dan leerde om ze te gebruiken. En dan was het ook gemakkelijker om de boodschappen via de kaarten te ontvangen wanneer je met de kaarten verbonden bent. Oké. Ik voel dat een aantal van jullie kinderen hebben die verbonden zijn met het drakenbewustzijn. Dus als je een kind hebt die geïnteresseerd is in dinosaurussen, of die heel hard verbonden is met dieren, of zelfs ook met draken specifiek, dan is dat een extra boodschap voor jou om te gebruiken in de connectie met jouw kind. Oké, voilà, hier gaan we. En confidence. Draak confidence komt hier en dan krijg je aan de onderkant peace. Ik zou zeggen, laat de energie helemaal van deze kaarten in je op absorberen. En ik ga eventjes de confidence kaart, het boekje de betekenis, bijnemen. Omdat er altijd een extra korte boodschap in staat. Wacht, hè. Pagina 60. En dat vind ik wel mooi en die wil ik wel meegeven. Dus confidence, de boodschap van confidence is: vertrouw jezelf, je innerlijke wijsheid en jouw intuïtie. En dat is hetgeen wat we daarnet ook gezegd hadden. Je hebt alles in jou wanneer het gaat over jouw connectie met jouw kinderen en je connectie met jouw tweelingvlam of je zielsconnectie. Dus dat betekent dat wanneer dat jij een weg vindt en een manier vindt om met je kinderen om te gaan en op een goede, gezonde, optimale manier te communiceren en die relatie op te bouwen, dat dat ook gaat lukken in jouw connectie. Oh, zien we dat er hier gebeurd is? Deze kaart is verschoven en je ziet hier ook Magic and Manifestation. Dus dat zijn twee hele, hele krachtige. Ik heb die al een paar keer mogen mee samenwerken. En dat zijn twee heel krachtige drakenenergieën. De ene is Magic, andere Manifestation. En zoals je ziet staan, zijn ze ook verbonden met de levensbloem en het en aardsengel Mithathon. Ik ga dat eventjes langer laten tonen, want deze kaart heeft ook energetische codes. Je kunt misschien, als je dat wilt, een screenshot van nemen en erop mediteren. En ik ben zeker dat je extra informatie gaat ontvangen de komende dagen, wanneer dat gaat over stukken die te maken hebben met jouw kinderen en jouw tweelingvlamconnectie. Nu, mocht je dat willen, mocht je tegen dingen aanlopen en meer informatie willen over hoe en het waarom van jouw kinderen en je tweelingvlam of je zielsconnectie, dan mag je ook gerust zo'n tweelingvlam reading reserveren en dan neem ik een van die vragen daarin op natuurlijk. Dat kan zeker. Zo, ik hoop dat je heel wat inzicht weer hebt mogen ontvangen en ik spreek je in de volgende video. Dag!